Prinsjesdag in Den Haag. In de Ridderzaal wordt de nieuwe zitting van de Staten-Generaal door Hare Majesteit de Koningin geopend. Ook deze keer nog geen geschitter van gala-uniformen en geen gouden koets. Een sobere plechtigheid. De koningin en het prinselijk paar arriveren per auto op het binnenhof. Voorafgegaan en begeleid door leden van de ontvangstcommissie betreedt de koninklijke familie de Ridderzaal. Het vertrouwen van mijn volk heeft u geroepen om in de komende 4 jaren mede te beslissen over het wel en wee van ons vaderland. Dit stemt mij tot voldoening. Uw verkiezing toch strekt mij ten teken van een terugkeer tot normale grondwettelijke vormen en stabiele staatkundige verhoudingen. Te meer verheugt het mij hierover, omdat thans eerst recht alle krachten gericht kunnen worden op het ene doel, het leggen van een deugdelijke grondslag voor de geleidelijke opbouw van onze geestelijke en stoffelijke volkswelzijn. In het verloop van de troonrede doet onze vorstin mededeling van de plannen der regering voor de komende jaren en van de voorstellen die ter uitvoering hiervan aan de Staten-Generaal zullen worden voorgelegd. De koningin besluit met de volgende woorden. Het is bezig dat God hiertoe wijsheid en kracht mogen schenken, tot zegen van ons koninkrijk en deszelfs toekomst, verklaar ik de gewone zitting der Staten-Generaal geopend.